Heb je wel eens van het vak inframonteur gehoord? Dat is een hartstikke mooi vak. En daar is ontzettend veel werk in. Dus als je inframonteur wil worden, ja, dan krijg je een opleiding. En heb je meteen een baan te pakken. Dat is natuurlijk allemaal geweldig nieuws. Vandaag ga ik op pad met Bart Klat. En Bart neemt me mee naar het werk van inframonteurs. Zoals ik al zei, geweldig vak. En ga maar mee. Hè. Dan krijg je zelf ook een beetje een idee wat dat inhoudt. Het is mooi gevarieerd, het is technisch. Het is buiten, je hebt geweldig leuke collega's. Ja, het is gewoon mooi. Maar nu eerst op pad. Met Bart. Klat. Mooi Bart. Goedemorgen. Jij bent uitvoerder, hè? Dat klopt. Waar gaan we heen? We gaan naar Groningen. En wat gaan we daar doen? We zijn aan het gedempte Zuiderdiep bezig met een grote gasleiding door te verbinden vandaag. Dus... Is dat één of doen we er nog één? We doen nog één. We zijn ook bezig aan de Rijksweg. Dus dat is ook leuk om even te kijken, denk ik. Nou, dus, dan gaan we maar, hè? Ga maar mee. Hey Norbert. Ja? Jij bent inframonteur, hè? Ik ben monteur. Gas, water, warmte. Ja. En wat is hij aan het doen? Nou, hij is nou de blaas aan het oppompen. Dit houdt de gas tegen. Vanaf die kant komt gas. En dan zetten we een ballon in, een soort ballon. Die pompen we op, een anderhalf bar, om de gasdruk tegen te houden. En dan hebben we er tweeën zitten voor de veiligheid. Als die lek is of gaat lek, ja. Dat het in ieder geval... Oh, zo hou je het gas tegen? Zo houden we het gas tegen. Zodat je straks hier een stuk tussen kan zetten? Ja, dan hangt deze eindkap eraf. Dan meten we er dit op en dan kunnen we een nieuw stukje buis ertussen zetten. Hey, jij hebt je opleiding ook bij HAK gedaan, hè? Bij HAK, ja. Hoe lang heeft het? Twee jaar duurt dat, hè? Twee jaar. BBL, ja. En één dag per week naar school en de rest werken. Ja. Hoe beviel dat? Ja, goed. Ja? Ja. Hoe lang ben je nu inframonteur? 3 jaar. Bevalt het je? Ja. Ja, dan moet je passen. Je moet van buitenlucht houden. Je moet van vieze handen houden. José. Ja. Marjan. Ja. Waarom moeten mensen een inframonteur worden? Omdat het een hartstikke leuk vak is. Veel uitdaging, veel afwisseling in het werk. Veel vrijheid ook en inderdaad leuke collega's, dus kom je vooral aanmelden, zou ik zeggen. Is baangarantie? Ja, zeker. Dus ja. Je meldt je aan, je krijgt een opleiding en dan huppa. Ja. Is het een moeilijke opleiding? Nee, je wordt er heel goed bij geholpen. Want er zijn toch best wel veel mannen die in de praktijk het leuk vinden om met de handen te werken, zeg maar. En die kunnen gewoon vinden het lastiger om opleiding te volgen. Dus die worden daar goed bij geholpen. Is ook een voordeel, je krijgt meteen geld in de budget. Ja, het is wel een werk- en leertraject, dus je kan beide doen. Ideaal. En dat is mooi. Ja, wat? Zeker. Ja, ideaal. Zo, van Zuiderdiep naar de Rijksweg, ook in Groningen. En hier werkt Robin. Robin. Goedemorgen. Lukt het? Ja hoor. Wat ben je aan het doen? Ja, gaat naar het graven. We zijn de overleiding aan het saneren, zowel water als gas. Hey, jij bent, je hebt je opleiding ook gehad bij HAK, hè? Dat klopt helemaal. Was het leuk? Ja. Ja? Ja? Hoe lang ben je nu inframonteur? Ik ben nou een goede 10 jaar. Oh, zo lang al? Ja. Een ervaren rot in het vak. Ja. Hey, kun jij mensen aanraden om hetzelfde te gaan doen als wat jij hebt gedaan? Jazeker. Waarom? Nou, het is elke dag een nieuwe uitdaging. Je krijgt altijd een goede begeleiding. Een goed bedrijf, een vrij bedrijf. Leuke collega's ook? Ja. Ja? Ja. Ja. Dus je hebt er nog nooit spijt van gehad? Nee. Nee. Is hij ook een beetje goed in zijn vak? Ja. Ja? Ja, niks meer met. Ja, dat is de kiek. Zo hield jullie dat geen. Mooi hè? Mooi. Hey Marjan. Ja? Als mensen zich nou aan willen melden, hè, voor die opleiding tot inframonteur. Ja. Waar doen ze dat dan? Dat kunnen ze doen via mij, kansrijkberoep.nl. Daar vind je het traject inframonteur. En daar kun je aanmelden en dan kom je bij ons terecht. Ik hoor je. Ik zeg, zet hem op. Ja, doen.